Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Knutseltips. We gaan een kubus maken. Het ziet er moeilijk uit, maar het is een beetje makkelijk. En je hebt 6 kleurtjes nodig. 6 kleurtjes papier. Verschillende. Dan krijg je een hele leuke kleur eruit. Vaak hem eerst zo. En dan ga je hem tegen de lijn aan. Dan heb je hem op het, nu ga je bij het hoekje zo naar de lijn toe. Aan de andere kant hetzelfde. Dan is het dubbel, schuimende vouw en dan aan de andere kant. Nu ziet het als het goed is zo eruit. Nu doe je hem open, doe je deze ook open, doe je deze erin, doe je die erboven, deze eronder door en dan heb je spekje met de kruis erop. Dan draai je hem om. Doe je hem zo. Van boven naar beneden. En van onder naar boven. Nu heb je een vierkantje. Nu is deze af. Dan doe je hetzelfde bij de andere 5. Ik zou nu vertellen hoe je met deze 6 dit vierkantje maakt. Je legt ze op de kop. Zo schuif je het erin. Anders zo schuif je het erin. Deze schuif je erin. Draai hem om. Nu draai hem om. Doe je deze erin, doe je hem hier zo. Dan heb je al een vierkantje, dit is het beginstukje. Dan doe je deze erop. Doe je hem hier in. Doe die zo. Dan doe je deze er ook in, zo. Stop je deze ertussen, spleetjes zeg maar, ander ook. Pak je de andere, stop je hier tussen. Je doet ertussen weer hetzelfde. Stop je deze weer tussen. Stop je deze er ook weer tussen, hetzelfde. En dan, nu heb je de kubus. Voor het kijken en abonneer mij.